Heel voorzichtig komen Credo, Ilanga, Bandura en Luna tevoorschijn. In het begin nog een beetje onwennig, maar daar komt al snel verandering in. Want alles is nieuw, ook het water. En nu, ja, we zijn heel tevreden, het gaat heel goed. Ze beginnen een beetje te spelen, wat ondernemender te worden. Ondernemend, dat kun je wel zeggen, ja. De witte leeuwen genieten volop van alle aandacht. Ze rennen, vliegen en klimmen zelfs al in bomen. Ook de allerjongste bezoekers in het dierenpark vinden het leuk. Daar zijn ze. En wat zijn ze aan het doen? Aan het plagen of zo, denk ik. De leeuwen mogen de komende weken elke dag een paar uurtjes naar buiten, maar worden nog wel goed in de gaten gehouden.